Afgelopen oktober werd een mogelijke persoonsverwisseling, de 33-jarige Serdar Ay uit Amsterdam, fataal. Serdar reed namelijk de nacht van zijn dood in een geleende Volkswagen Polo, deze auto. Dat was een van de redenen dat de politie er eigenlijk direct al rekening mee hield dat mogelijk de verkeerde persoon door de daders was doodgeschoten. En er is inmiddels nog iets wat in die richting lijkt te wijzen. Serdar Ay werd in de vroege ochtend van dinsdag 20 oktober op straat neergeschoten. Agenten troffen Serdar zwaargewond aan op de stoep tussen de Vredehaven en de Hoekenes in Amsterdam-Osdorp. Zijn verwondingen waren zo ernstig dat hij enkele uren later in het ziekenhuis overleed. Onder die zwarte Volkswagen Polo waar Serdar in de nacht van zijn dood in reed, hebben we een pijlbaken aangetroffen. Dat is een apparaatje om een auto te volgen. Nou, degene waarvan Serdar de auto heeft geleend, wist hier niets vanaf. En dat versterkt bij ons het idee dat niet Serdar, maar die persoon het beoogde slachtoffer was. En die volgapparatuur blijkt 5 dagen voor de moord hier op de hoek van de Nicolaas Beetstraat en de Kinkerstraat onder een soortgelijke auto te zijn geplaatst. En dat gebeurde in de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 oktober rond 3 uur. Nou, daar moeten handelingen zijn verricht bij die auto, zoals eromheen lopen, eronder kruipen. En wellicht is er nog een tweede persoon geweest die op de uitkijk heeft gestaan. We horen het in ieder geval heel erg graag als er mensen zijn die iets gezien hebben. Vanaf die 14e oktober is de Volkswagen Polo dus in de gaten gehouden en mogelijk gevolgd. De politie wil heel graag spreken met mensen die daar iets van denken te hebben gezien. Bijvoorbeeld in de uren voor de dood van Serdar Ay. Zo kan de auto die maandagavond onder andere zijn geobserveerd terwijl hij geparkeerd stond op de Vredehaven. Rond 22:30 leent Serdar de zwarte polo om eten te halen. Hij was toen te herkennen aan deze kleding. Een zwarte jas, zwarte broek, zwart met groene gimpen en waarschijnlijk een zwarte pet. Hij rijdt naar deze Kentucky Fried Chicken aan de Zuidermolenweg. Daarna gaat hij nog steeds in de geleende polo naar dit buurthuis aan de Adinger Dorphof. Ook daar kan de auto mogelijk zijn geobserveerd. Vanaf het buurthuis brengt Serdar rond 14:45 een vriend naar huis in Geuzeveld. Ze zijn heen onder andere via de Troelstralaan, de Dr. H. Kolijnstraat en de Ruis de Berenbroekstraat gereden. Daarna rijdt hij via de Ookmeerweg en de Rijmerswaalstraat weer terug naar Osdorp. Uiteindelijk komt Serdar Ay hier tegen 2 terug op de Vredehaven om zijn eigen auto op te halen en de sleutels terug te brengen van de geleende auto. Maar terwijl hij overstapt in zijn smart wordt hij onder vuur genomen. Hij probeert dan nog weg te rennen, maar even verderop wordt hij alsnog ingehaald en neergeschoten. In oktober konden we u hier al iets vertellen over de mogelijke vluchtroute van de daders. Die 2 vermoedelijke schutters waren via het gras van de Hoekenesgracht uiteindelijk richting de Osdorper Ban gevlucht. Ja, mijn collega's zijn op die route naar achtergelaten sporen gaan zoeken en hebben toen een automatisch vuurwapen aangetroffen. En we gaan ervan uit dat dit wapen is gebruikt bij de liquidatie van Serdar Ay. En we hebben er ook experts naar laten kijken en die zeggen dat het wapen nogal knullig en ondeskundig is gebruikt. Ja, daarbij komt dus ook nog dat de mannen mogelijk het verkeerde doelwit hebben neergeschoten. Ja, dat knullige zegt misschien iets over deze daders die dus nog altijd gezocht worden. Of die schutters trouwens op die Osdorperbaan gevlucht zijn richting de Baden-Powellweg of juist de andere kant op richting Meer en Vaart, dat is nog altijd niet duidelijk. Ook daar zou de politie vanavond graag informatie over ontvangen. Belangrijk nieuw aanknopingspunt is dus dat de auto waar Serdar Ay toevallig die avond in reed al dagen in de gaten werd gehouden omdat er stiekem een pijlbaken onder was gezet. Help om deze moord op te lossen. Dat kan dus via een tipformulier of bel met deze nummers. Mensen met achtergrondinformatie kunnen dus ook in vertrouwen over de zaak praten met het TNI.